Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik verder met het tweede deel van mijn junk journal. Gisteren ben ik begonnen aan de cover en ging ik starten met de bundeltjes. En die komen dan zo onder deze elastiekjes. Ik had dus al vier omslagen gemaakt voor mijn vier bundeltjes die erin komen. En die heb ik dus alle vier beengd aan de binnen- en de buitenkant. Ik heb hier ook allerlei soorten papier met koffie bewerkt en met thee bewerkt. Dit had ik ook nog liggen. Die heb ik ooit eens uitgestanst om een mini-journal te maken. En deze had ik dan over, dus die ga ik ook gebruiken. En al mijn papier ga ik dan dubbel plooien. Gewoon een A4'tje dubbel plooien. Ga ik eerst eens kijken of dat die daarin passen, dat ze niet te groot zijn. Eventjes. Nou, dat past er net in. Er gaan er misschien bij zijn, er gaan misschien papieren bij zijn die iets te breed gaan zijn, maar dan ga ik er wel een stukje afdoen. Dus ik heb hier van alles. Ik heb zakjes, ik heb kant, ik heb enveloppen. Maar omdat ik die junk journal maak met oudere blokken die ik nog liggen had, wil ik natuurlijk ook papier gebruiken uit deze blokken. Dat is natuurlijk de bedoeling. Dus ik ga er een paar mooie uitzoeken. Vind ik bijvoorbeeld een heel leuke. Dus die ga ik al gebruiken. Een beetje kleurrijk gebruiken. Hè. Zo. Ik heb er hier vier. Hoppa. Inpakpapier. Ja, hier heb ik de papieren waar dat zo koffieafdrukjes op waren, die heb ik hier al van gebruikt. Er zaten ook zo'n pagina's tussen, maar die heb ik al opgebruikt. Dus vier zal wel voldoende zijn. Daar komt ook nog redelijk wat decoratie in. Dus ik ga nu eerst kijken
dat die daar, ja, die zijn dan wel iets kleiner, maar dat maakt niet uit. Zoals ik zei, de bedoeling is dus dat ik 4 bundels heb. En dan ga ik natuurlijk 4 stapeltjes maken, waar dat ongeveer een 10-tal pagina's in zitten. Hè. Dus. Dat ik het goed kan verdelen. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga het papier uitzoeken. Ik ga 4 stapeltjes maken van plus minus 10 pagina's. En dan zal ik jullie laten zien welke ik uitgekozen heb. Zo. Ik heb al het papier uitgezocht dat in de bundeltjes komt. Ik heb dus 4 bundeltjes. En daar heb ik dan verschillende soorten papier in gestoken. Ik zal dit eens eventjes laten zien. En dat heb ik dus bij alle 4 gedaan. Ik ga instellen. 1, de kleine ga ik niet meetellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dus een 10-tal pagina's. En ik zorg ook dat het er niet te ver uitkomt. Alleen dat de pagina's niet te ver uit de omslag komen. Wat ik nu ga doen, jullie weten, normaal naai ik nu zo die bundeltjes aan elkaar vast. Hè, alle papieren vast per bundeltje. Maar ik ga eerst de pagina's waarvan ik vind dat ik ze nog wat saai vind, daar ga ik al met schablonen op werken. Omdat dat makkelijker is voordat het in elkaar genaaid is. Amai, ik heb precies een spraakgebrek. Goed, dat ga ik dan eerst doen. En dan ga ik ze in elkaar naaien. Ik ga hiervoor deze stencils gebruiken. Die heb ik onlangs bij Action gekocht. En daar zitten er best nog wel heel leuke tussen. Ik vind het een foutje niet. Oh. Oh nee. Oké. Vind ik wel leuk. Ik ga die alle 4 wel gebruiken. Dus bijvoorbeeld. Deze. Die ga ik wat bewerken met schabloon en met inkt. Hoppa. Dit even aan de kant leggen. Zo. En ik ga hier deze bloemetjes gebruiken. Ik ga een kladbladje nemen. Kladpapier genoeg. En
En ik ga zo de rand bewerken met deze bloemetjes. Ik gebruik die stress ink, maar je kan natuurlijk ook de inkpads van bij Action gebruiken. Zo. En dat doe ik dan ook aan de andere kant. En dan stop ik dat terug ertussen. Zo. En dan neem ik mijn volgende bundeltje. En daar kies ik ook een pagina uit waar ik dat bij ga doen. En dit aan de kant. Zodat ik in elk bundeltje beetje hetzelfde heb. Hè? Dus ik probeer dan wel te vermijden dat ik in één bundeltje twee keren hetzelfde patroontje heb. Zie je, want had dit papier nu vastgenaaid geweest in mijn bundeltje, dan had het moeilijker geweest om het met ink te bewerken. Hè? En de andere kant. Dit blad is een beetje gescheurd, maar dat is niet erg. Zo, mijn bundeltje er terug bij. En dit kwam hier uit. Okay. En dan steek ik dat daar zo terug tussen. En dan doe ik dat ook zo bij de volgende bundeltjes met hetzelfde schabloon en hetzelfde kleurtje. En dan ga ik weer verder. Ik ga dit snel doen, dan kan het weg. Hier ga ik het zo in een hoekje doen.
En dan bij mijn laatste. En als ik dan klaar ben met één pagina in van elk bundeltje, dan kan ik dit schabloon gaan afwassen, hè. Want anders, als ik bundel per bundel doe, dan ligt dat hier straks vol met beengde schablonen en dan gaat dat hier een smeergoed worden. Dus vandaar dat ik dat zo bundeltje per bundeltje doe. Dat werkt voor mij het gemakkelijkste. En dat ik dat ook doe voordat ik ze in elkaar naai. En dan begin ik gewoon terug opnieuw, hè. Bundel per bundel. Een ander schabloon. En een ander kleurtje. Schabloon vind ik persoonlijk niet zo mooi. En dan gaat het daar terug in. En dan bij het volgende bundeltje doe ik weer terug hetzelfde. Een pagina uit. Zo. Beter zo in een hoekje. Dus ik ga nu verder in mijn bundeltjes met mijn pagina's te bewerken met schablonen en inkt. Ik doe dat natuurlijk niet bij al de pagina's, want er gaan er ook komen die ik ga bestempelen. De beinken met die schablonen, dat ga ik nu even buiten beeld doen, want dat gaat anders veel te saai worden voor jullie. En dan laat ik mijn volgende stap zien. Misschien nog wat. Deze kleine schabloontjes. Ik weet niet meer waar ik die gekocht heb. Ik heb die ooit eens een keer op een beurs gekocht met 2 of 3 samen, denk ik, dat dat toen was. Maar die heb ik al redelijk lang. En deze vind ik een hele leuke, maar spijtig, want die begint hier wel wat stuk te gaan. Goed. Dan zal ik jullie tonen hoe ik het in elkaar zet.
eerst en vooral ga ik zien dat al mijn papieren, zeker waar tekst op staat, dat die recht staan. Dat moet niet. En kijk, want deze bijvoorbeeld zit ondersteboven. Dus dat is niet zo erg. Ik ga die toedraaien. Dat mag wel meer in het midden. Kijk, maar bijvoorbeeld met een tekening heb ik toch graag dat het niet ondersteboven staat. Zo, alles zit goed. Dan neem ik mijn lat en ik zorg dat alles heel goed aangedrukt is in het midden, zodat er niet te veel papieren onderuit komen. Dit bundeltje zit niet echt heel goed. Dus wat doe ik dan heel gauw? Alles is goed. Aanduwen met het vouwbeentje. Zo. Ik neem alvast twee spelden of klemmetjes. Ik heb hier van die grote peperklips. Dus ik doe het nog eens goed aan. En dan zet ik dat vast met een paperclip. Zo. Kijken. Omdat dit nog altijd er mooi in zit. Ja. Dat er niet uitsteekt. Zo. Dan neem ik mijn priknaald. Wow. Die lag hier tussen mijn rommel. Hier. En dan ga ik 4 gaatjes prikken. Dus. Wat zei ik? 4 gaatjes? Nee, het zijn 3 gaatjes. Eentje in het midden. En ik zorg dat ik heel mooi in die vouw van de rug zit. Zie je? Heel mooi in de vouw. Oppassen voor de vingers natuurlijk. En dan ongeveer zo in het midden van dit gaatje en het bundeltje prik ik nog een gaatje. En dan hier ook. En ik probeer mijn bundeltje altijd goed bij elkaar te houden. Oeh, dat was dicht bij mijn vinger. Kijk.
dat was er dichtbij. Voilà. Zorg dat het bundeltje niet te veel meer verschuift. Ik neem een naald en draad. Ik ga hier zo'n stukje, wat heb ik hier ook nog liggen? Katoendraad nemen. Dat is heel stevig. Je kan dat ook met borduurdraad doen of met gewoon garen. Dat is hoe je zelf wenst. Ik neem een naaldje. Zo. En dan prik ik eerst bovenaan in het gaatje. Ik laat een eindje hangen. Dan ga ik terug. Dan het onderste gaatje. Terug naar het middenste. Hier naar boven. En dan natuurlijk zien dat dat mooi strak zit. En dan hier terug door het middenste. En dan knoop ik deze twee uiteindjes aan elkaar. Hoe strak? Zien dat het aan de rug hoe strak zit. Ja. Zo, dit laat ik een stukje hangen, want daar kan ik altijd later iets aan hangen. De klemmetjes eraf. Voilà. En mijn eerste bundeltje is genaaid. Dat ga ik nu bij alle vier de bundeltjes doen. En dan ga ik het hierbij laten voor vandaag. Hopelijk heb ik jullie al wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken. En ja, het volgende zien jullie morgen. Tot dan. Dag.